De meerwaarde van een tweetalige lerarenopleiding in Brussel is volgens mij tweeërlei. Je hebt de kansen op het gebied van het onderwijskundige en maatschappelijke. Zoals je bijvoorbeeld de native speakers kan inschakelen voor de lessen Frans in het basisonderwijs. Maar ik denk dat er ook nog kansen zijn op het vlak van ondersteuning naar ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie toe, het verlagen van drempels voor mensen, maar ook naar de zorgondersteuning, vooral in het basisonderwijs denk ik, dat het een opportuniteit zou zijn om daar ook Franstalige leraren te kunnen inschakelen. Selon moi, la valeur ajoutée d'une formation bilingue d'enseignants à Bruxelles serait de rendre l'enseignement en immersion plus facile et plus accessible à tous les enfants. Puisque l'enseignant serait formé dans les deux langues, il pourrait lui-même donner les cours aux élèves dans les deux langues et ne plus donner spécialement de cours de langue, mais en langue, donc par exemple un cours de mathématiques en néerlandais. Et ça faciliterait l'apprentissage de la langue à tous les élèves, comme on le voit d'ailleurs dans le principe de l'immersion par rapport aux cours traditionnels qui sont donnés actuellement. Waarom moeten mensen tweetalig zijn? Wel, mensen zijn niet meer tweetalig. Tweetaligheid is voorbijgestreefd. Mensen zijn nu meertalig. Voor sommige jobs worden vier talen of vijf of zes talen gevraagd. Dus het onderwijs beantwoordt daaraan door die nieuwe aanpak, die CLIL heet, of meertalig onderwijs, in te voeren in de scholen door een decreet, door de Vlaamse gemeenschap. De lerarenopleiding moet gewoon volgen en vandaar dat er nood is aan meertalige lerarenopleiding. Ik had moeilijkheden met het verstaan van begrippen, waardoor ik ook moeilijkheden had met mij te uiten en te zeggen wat ik wilde zeggen. Donc, c'était difficile pour moi de vraiment comprendre les choses à l'école. Et ça faisait en sorte que j'avais vraiment beaucoup de complications dans toutes les branches. Parce que enfin, le néerlandais, ce n'est pas ma langue maternelle. Et de ce fait, je devais chaque fois essayer de comprendre via le contexte. Et donc, si les élèves reçoivent des explications également en français, ça fait en sorte qu'ils puissent comprendre et aussi ils puissent se sentir à la maison car leur langue est acceptée. De meerwaarde van een tweetalige lerarenopleiding in Brussel is in eerste instantie dat je dan bekwame leerkrachten krijgt om het CLIL-onderwijs toe te passen, Content and Language Integrated Learning, in de praktijk dat het leerkrachten zijn die niet alleen gevormd zijn in hun vak, maar ook in de andere taal. En in tweede instantie zou ik zeggen, de kennis van het andere onderwijssysteem is ook een meerwaarde. We hebben bijvoorbeeld hier op school al voor gehad dat leerlingen een probleem maken van dat je in het Vlaamse onderwijs geen herexamens kan hebben, terwijl dat in het Franstalig onderwijs wel het geval is. Kennis van zo'n zaken kan heel belangrijk zijn, maar ook van de structuur van dat andere onderwijssysteem kan een meerwaarde zijn voor die leerkrachten wanneer ze daar in het Brusselse mee geconfronteerd worden. Pour entrer dans une langue, il faut entrer dans sa culture. Et qui mieux qu'un natif peut faire partager sa culture, sa langue. Un des problèmes de l'enseignement et de l'apprentissage des langues étrangères, c'est la formation des enseignants. Et notre projet permettrait d'avoir des enseignants qui sont forts aussi bien au niveau psychopédagogique que dans leur langue, dans leur culture. De meerwaarde voor een tweetalige opleiding hier in Brussel is zeker dat we leerkrachten zouden hebben die correct Frans spreken. Want dat is nu wel het grote probleem. Dat is dat wij veel leerkrachten hebben vanuit Vlaanderen en die eigenlijk veel te weinig Frans kennen. Daar waar onze kinderen het wel spreken, alhoewel niet steeds goed. Dus mensen die echt een vaardigheid hebben, zowel in het Nederlands als in het Frans. We hebben binnen Brussel ook in het gemeenschapsonderwijs het STIMO-project, Stimulerend Meertalig Onderwijs, waar we dus ook vakken in de tweede landstaal geven, dus in het Frans voor een aantal uren. En daar stuiten we steeds op het probleem dat we moeilijk leerkrachten vinden. Ook al hebben we Franstalige collega's soms naast de deur.